Welkom bij een nieuwe les over het maken van een website. Vandaag gaan we kijken naar een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld hoe je je website kan tonen aan mij via Smart School. Dit is heel belangrijk en daarvoor ga je hier rechtsboven naar het kleine schermpje. Op het kleine schermpje staat de naam van je website, in dit geval https://vlot3ijjimdo.com. En daar sleep je over met uw muis. Dus op die manier sleep je erover. En dan kun je die kopiëren. Dan stuur je mij gewoon een berichtje via Smart School, waarbij dat je zegt wat de naam is van je website. Anders kan ik daar onmogelijk punten voor toekennen. En dan krijg je er natuurlijk ook geen. Ik ga even terug naar de website zelf. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we een pagina maken die niet in je standaard navigatie zit. Hier bovenaan zie je dus staan Home, Diensten, Contact, Blog. En nochtans heb ik daar wel degelijk een nieuwe pagina bij gestoken. Maar om de website overzichtelijk te houden, heb ik die een klein beetje verborgen. Daarvoor ga ik even naar Diensten. En dan zie je plotseling hier de basis elektrische installaties. En dat is de pagina die je vandaag zult maken. 6 basis elektrische lichtschakelingen. Enkelpolig, dubbelpolig wissel, kruis en serie en dubbelpolige wissel. Daarvan, als ik daarop klik, zal je zien dat die pagina enerzijds een fotootje heeft over de praktijk. Ik heb al gevraagd om een paar keer een foto's te nemen in de praktijkles, dus die kan je daar ook eventueel voor gebruiken. En dan heb je deze afbeeldingen die je hier kan opzoeken op internet. Ik wil dus, zoals in mijn geval, 3 kolommen hebben. 2x3 kolommen dus. Zo. En dus ook hier nog 2x3 kolommen. Dan hebben we in totaal 6 lichtschakelingen en dat zijn ze ongeveer allemaal. Hoe kun je dit maken? Dat is niet zo moeilijk. Je kunt gewoon met invoegen van inhoud. Ik ga eventjes een voorbeeldje tonen. Kun je hier met invoegen van inhoud kolommen invoegen. Dan krijg je uiteindelijk 2 kolommen. En dan kun je hier onderaan zeggen kolommen bewerken. En daar kun je met het plustekentje een kolom bijvoegen. In deze kolom ga je best kiezen om tekst met foto in te voegen. Dus ook als je in die kolom gaat gaan staan, ga je zien dat je dus kunt kiezen wat je daar wenst in te voegen in die kolom. Dan kies je daar een tekst met foto. Goed, dit doe je dus in totaal 6 keer. Dus je kiest ervoor om bij iedere schakeling zou ik moeten de uitleg krijgen van wat die schakeling eigenlijk juist doet of wat dat de voordelen zijn om die schakeling te gebruiken. Het is een verborgen pagina, dus hij komt niet voor in de navigatie. En de eerste stap dat je nu moet doen is hier bij navigatie bewerken, moet je hier een nieuwe pagina toevoegen. De nieuwe pagina toevoegen, die geef je gewoon een naam, de basis elektrische schakelingen of lichtschakelingen. Enfin, je zorgt dat het te maken heeft met de praktijk. En die zal in de eerste plaats zal die voorkomen in je navigatie, zoals dat die hier nu staat. Maar dat willen we niet, dus we gaan terug naar navigatie bewerken. En dan daarnaast klik je hier op een pijltje die zegt verander in een subpagina. Voilà. En dan gaat die sub in een subpagina steken en je moet ook zorgen dat die heel netjes zit onder het tab diensten. Of eventueel als je een andere website gekozen hebt, dan kun je daar dus noods een nieuw knopje voor maken in je navigatiebalk. En die kun je dan diensten noemen. En daaronder steek je dan hier de basis elektrische lichtschakelingen of installaties. Voilà, dit is in grote lijnen. Ik ga overlopen nog eventjes met jullie, dat je nogmaals weet wat je moet doen. Dus je start vanuit een standaard situatie waarbij dat je een aantal navigatieknoppen hebt. We gaan bij navigatie bewerken, gaan we een pagina gaan toevoegen. We noemen die de basis lichtschakelingen. Eenmaal dat je die pagina hebt, dan plaats je die achter je home of achter je diensten. Je mag die ergens achter een van de
standaard navigatieknoppen steken. En dan druk je hier op het knopje naar veranderen en subpagina, dus eentje naar achter. En dan komt hij hier terecht in een iets diepere positie en komt hij niet meer voor in uw standaard navigatie. Eenmaal dat je zover zet, dan krijg je het voorstel van Jimdo om een bestaande layout te gebruiken. Probeer direct voor uw eigen gemak een layout te nemen waar al reeds kolommen in vermeld staan. Dit maakt het veel gemakkelijker voor jou om je oefening verder te maken. Dan kun je gewoon vanaf die kolommen nog eventueel een extra setje kolommen toevoegen. En dan is de oefening vrij snel klaar. Zo, vergeet in elk geval niet hier, nogmaals, ik herhaal het nog eens, dit door te sturen. Je ziet dat hij nu natuurlijk hier de link zet van de basis elektrische lichtschakelingen. Hoe kun je dat wijzigen? Ik keer het eventjes terug. Je gaat naar je home positie in je website. Hier, je home positie. En als je nu hierop klikt, dan zal die terug je basis website naam tonen. Die naam wil ik hebben dat je doorstuurt via Smart School naar mij met een berichtje. Anders komen er geen punten. Je krijgt uiteraard weer attitudepunten voor uw werking in de klas. En dan ook nog eens achteraf kan ik naar de website kijken wat je juist allemaal uitgespookt hebt. Veel succes!